Opgave 18 gaat over arbeid en energie, met daarin katrollen, wrijving en een gewicht. De vraag is gesteld met ponden en voeten, maar het is een leuke vraag, dus we veranderen dat naar kilo's en meters. De massa van blok 1 is 60 kilo, die van blok 2 is 10 kilo. Blok 1 schuift over een scheef oppervlak met een kinetische wrijvingscoëfficiënt van 0,2. We willen de snelheid weten na een afgelegde weg van blok A van 3 meter. Voor de krachten die op het systeem werken, beginnen we met de zwaartekracht van blok A. Deze heeft twee componenten. De een noemen we FA, en de andere, die het loodrecht op het oppervlak staat, is niet zo heel belangrijk voor deze opdracht, omdat deze door de normaalkracht vereffend wordt. Ook werkt de wrijvingskracht nog tegen de richting van de beweging in. Op het blok B werkt de zwaartekracht naar beneden. In de beginsituatie is er geen opgeslagen energie door bijvoorbeeld veren. Om naar de eindsituatie te gaan vindt er arbeid plaats. De kracht FA beweegt blok A naar beneden. De arbeid van de wrijving en de wrijving van kracht FB werken hier tegenin. In de eindsituatie, als A3 meter heeft geschoven, hebben beide blokken een bepaalde energie van de snelheid die ze hebben. De energie in de beginsituatie plus de som van alle arbeid is de energie in de eindsituatie. 0 plus de arbeid van FA min de arbeid van de wrijving min de arbeid van FB is de kinetische energie van A en B. Deze vijf dingen moeten we dus uitrekenen. De arbeid van FA is makkelijk. Dit is FA keer de afgelegde weg. FA is 4 vijfde, dat is de cosinus van deze twee hoeken, keer de zwaartekracht 60 keer 9,81, keer de afgelegde weg 3 meter. Dit wordt 1412,6 joule. De arbeid van de wrijving is de normaalkracht 60 keer 9,81, keer 3 vijfde keer de wrijvingsfactor 0,2, keer de afgelegde weg 3, en is gelijk aan 211,9 joule. Voor de arbeid van FB moeten we eerst de afgelegde weg van Krat B bekijken. De positiecoördinaat van B noemen we Sb en de positie van A noemen we Sa. De lengte van de touw is 2 keer Sa plus 1 keer Sb. De afgelegde weg van B is dus 2 keer zo groot als die van A. De arbeid van FB is dan 10 keer 9,81 keer 6 is 588,6 Joule. De energie van de snelheid reken je uit met een half mv kwadraat en is voor A een half keer 60 keer v kwadraat. We kunnen aan de kabelvergelijkingen zien dat de grootte van de snelheid van B twee keer zo groot is als de snelheid van A. Alles invullen levert 1412,6 min 211,9 min 588,6 is 50 v kwadraat. Dat levert uiteindelijk dat v 3,5 meter per seconde is.